Goedemorgen, hartelijk welkom bij Zandvoort. We gaan iets heel leuks doen. Dit is er nog niet, maar die zal er elk moment wel komen. Dus het... Oh, dat heb je wel. Wat is dit nou, joh? Heb je nou gezellig meegenomen? Wat is het? Nou, we gaan vandaag iets met grote ballen doen. Dus ik dacht, ik neem een bal mee. Ja, je hebt helemaal gelijk. We gaan die kant op. Waarom ga je nou al? Ron, wacht, ik kom eraan. Hallo. Groep 7 en 8 van de Klipper uit IJmuiden. Er gaan 4 jongens mee en 4 meisjes. Want we gaan eerst propruimen. Jullie spelen popruimen. Attentie, dit spel speel je met z'n tweeën. Je hebt allebei een schoolboek. Allebei. Ja, geef maar. Speel daarmee een propje naar elkaar over richting de prullenbak. Het propje mag je maximaal 2 keer achter elkaar raken. De 2 duo's die als eerste een propje in de prullenbak slaan, gaan mee naar de battle. Ja! Ja! Yes! Yes! Ga klaarstaan. 3, 2, 1, go! Ik ben Nieke en ik doe aan waterpolo. Ik ben Fenne en ik doe aan atletiek. Ik ben Mia en ik zit op scouting. Ik ben Noah en ik zit op musical les. En dit zijn dan mijn 4 sportieve meiden! Ja! Yeah! Oké, mannen, klaar? 3, 2, 1, go! Stop! Kom aan, mannen, kom aan, kom aan. Oké, okay, jongens, alsjeblieft. Hoppakee. Goed zo. Alsjeblieft. Ik ben Bob en ik zit op voetbal. Ik ben Omar en ik zit op kickboksen en ik ga op voetbal. Ik ben Liam en ik klim en klauteren. Ik ben Dion en ik zit op voetbal. Nou ja, dit zijn ze dan. Mijn 4 mannen! Wat gaan we doen, Brit? Wij doen vandaag de battle Bubbel Voetbal! Dat bubbelvoetbal lijkt op normaal voetbal, maar veel moeilijker is. Je speelt het namelijk in een bubbel. Dat is een opgeblazen bal. Alleen je hoofd en benen steken eruit. Je zit erin met een riem om en je houdt je vast aan handvatten. En dan maar lekker botsen. Duwen en vallen. Ah, daar voel je niks van. Door die bubbel natuurlijk. En oh ja, je moet ook nog voetballen. Met zo'n bubbel kun je meer doen. Zo heb je sorbing. Dan rol je in een bal van een helling af. En met een waterbal is over het water lopen een eitje. Toch? En wat dacht je van een potje bubbel sumo worstelen? Bubbelvoetbal komt uit Noorwegen. Het begon daar als een grap. Maar verovert nu de hele wereld. Zelfs bij FC Barcelona speelt een keer een potje tijdens een training. Olé! Boys gaan winnen. Let's go! Ik ben er klaar voor. Jason, ja, goed dat je er bent, man. Hallo. Dit zijn ze dan, hè? Moet je hier echt goed voor kunnen voetballen? Het ligt er eigenlijk een beetje aan. Als je een beetje techniek kan, dan is het altijd goed. Maar iedereen kan dit. Dit is onze top vandaag, meiden. Hey. En zij gaat ons alles leren over bubbelvoetbal. Wat is het precies anders dan gewoon voetbal? Nou, je zit in dit super ronde ding. En daarmee moet je vervolgens voetballen. Wat ga jij ons vandaag allemaal leren? Nou, we gaan eerst eventjes normaal voetballen. Kijken waar jullie skills een beetje liggen. Ja, daarna gaan we even dribbelen met de bal. Wanneer jullie dit op hebben. En dan gaan we ook lekker tegen elkaar beuken. Ja, best wel vet om te leren, ja. Toch? Ja. Eerst maar eens even kijken hoe goed jullie kunnen voetballen. Jij wil heel graag dat ik op goal ga staan. Oké, nou, gaan we eens kijken. En dan ben ik heel benieuwd of jullie een beetje kunnen voetballen. We zetten hier even 4 keepers neer. Zal maar op goal van zijn. Heb ik één? Ik dacht dat het zo zwaar waren, die dingen. Wel, kijken. En hier nou, let op. Top! Oh ja! Oh ja, wij zijn binnen de bal! Kom op, kijken.
zie je, nog eentje. Perfect. Goed hoor. Oei. Nice. Nice. Wat gaan we nu doen? We gaan nu de grote ballen erbij halen. En dan gaan we erin. Duw je jezelf er een beetje als in. Als een soort vis of zo. Als een soort vis. En wanneer je voelt dat de hendels ongeveer hier zitten, pak je de hendels vast en dan kom je omhoog staan. Dus dat doe je wel allemaal op je knieën. Pak maar een bal. Aan de onderkant heb je een ventilatie. Ik noem het zelf een tuutje. Hou je hem vast. Leun je naar achter. Kom maar omhoog. Ja, kijk, zie je wel. En dan zit hij goed. Die hendels vast. Kom je op je knieën. Wow! Top, kijk, nog eentje. Alle vier. Ze komen altijd van de andere kant van, zonder dat ik iets verwacht. Hè. Kijk zo, hop, poem. Nou, heel, hop, wat gevallen. Daar krijg je niet op. Die krijgen we niet om, hoor. Hey, eindelijk. Doe maar even lekker beuken, jongens. Oeah. Brit, balletje. Ja, let op. Ik stop de bal hierin, zo, hop, daar gaat hij. En dan zit aan jou. Waar ligt die? Ja, meiden, toe maar! Brit. Denk jij het goede antwoord te weten? Ligt de bal in bolletje 1, bolletje 2, bolletje 3 of bolletje 4? Vul je antwoord in en wie weet maak jij kans op deze fantastische serfsporttas. Heel veel succes. Wat gaan we nu oefenen? We gaan nu oefenen om tegen elkaar te beuken. We gaan heel hard rennen, dan ga je naar voren leunen en dan maken we een kopgol. Oh ja. Ja? Is belangrijk voor het wedstrijdgeval. Ja, namelijk afleiding kan je alle kanten op. Dus hard goed vasthouden, hard rennen en kopgol. Kun je het niet even voordoen in die andere, want we hebben toch nog een bal? Zeker. Doen we dat even voor. Oh, voor hetzelfde gaat, zegt hij. Nou, doe jij het lekker voor. Ja. Hard nog een kunt. Rennen en rollen. En door. Go. Kom. Ja, een beetje, kom op, een beetje sportief, hè. Dat kan wel. Hop. Kan harder en rollen. Moet je duikelen? Nee hoor. Kijk, lekker jongen, ja hoor, heerlijk. Ja, sick. Hè? Cool. Oh. Wat we straks gaan doen is, we gaan het voetballen en het bubbelvoetbal samen doen. Ja. Dus we gaan bij de pionnetjes straks even dribbelen. En dan gaan we kijken hoe dat met de groep gaat lukken. Let's go. Kom op, tempo erin, tempo. Iets meer tempo. Gewoon doorrennen. Top. Oké, dit gaat goed. Lekker jongen, lekker hoor. Goed zo. En ook weer terug, hè jongens, terug. En terug. Okay, top. Ja, top. Dit is perfect. Jongens, snel terug. Die van jou die zat net helemaal van op zijn kop en die kwam niet meer overeind. Dus ik heb het idee dat ik wil dit wel eens gaan winnen vandaag. Ik heb het ook. Ja? Dat ik ga winnen. Oh. Zijn wij klaar om die meiden te verslaan? Ja. En wat lukken jou? Hè? Hoe zijn de jongens? Zijn ze een beetje goed? Ja, bij voetbal wel, maar ik denk niet bij dit. Jel, we winnen wel! Of goed komen. Ja, dat ziet er toch even fantastisch uit, zeg hé. Toegekomen aan die finale toch wel. En we hebben neuzen scheidsrechter, de Brit. Wat zijn precies de regels? Nou, eigenlijk ja. Zijn er geen regels. Oh, maar. Mocht er iemand op de grond liggen, dan is het niet de bedoeling dat het doorgebeukt wordt. Nee, hoor je het? Want ik weet hoe jij bent. We houden het wel sportief. Oké, meiden, zijn we er klaar voor? Ja! Mannen! Ja! Of jullie er klaar voor zijn? Ja! Nou, laten we dan maar beginnen. Jij staat achterin. Ja. Jij staat in het midden, aanval, en jij links en jij rechts. Zorg dat we de jongens goed omverbeuken en scoren. En net als bij gewoon voetbal, even de boel verdedigen en de meiden omvergooien. Let's go, succes meiden! Okay. En ze zijn los. Omar redt meteen vol op die bal af. Die is voor niemand bang. Oh, mooi, een hakje. Ja, controle aan de bal is natuurlijk lastig met zo'n bubbel om je heen. Liam heeft hier, zoals je ziet, grote problemen mee. Hier zie je dat de training van Fiona haar vruchten afwerpt. En waar is de bal? Oh ja, hij is hier. Er wordt er wat gerommeld en... Oh, wat een schot! Die zit er lekker in, zeg. Het juicht natuurlijk moeilijk in zo'n bubbel, maar wat is hij blij! Oh,
naar deze poging van de mannen. Strand op de paal. De coaches langs de lijn houden het bijna niet meer van de spanning. En wat is dit? Als een duvel uit een doosje. Noah maakt hier de 1-1 voor de meisjes. Haha, een intikker. Maar oh, wat is dat lekker. Een corner van Omar. Oeh, nee, helaas. Ook Ron wordt er niet blij van. Tijd voor de rust. Probeer overeind te blijven staan. Bob, lekker verdedigd. Blijf aan de kant peuken en blijf gewoon op die goal afgaan, ja? Je kan beter de bal wegschieten dan dat je op aanval gaat naar iemand. Er gaan nog veel meer mensen. Ja, let's go. Oké, succes meiden. De tweede helft begint. Rommelig begint hij, ja. Maar de meiden proberen een doorbraak te forceren. En die vinden ze. Nee hoor. Daar is de rots in de branding. Bob, wat een reus. Omar kan na deze forse schouderduw de bal overnemen. En hij wordt hier volledig reglementair van de bal geduwd door Fenna. Dion begint hier aan een dribbel. Nee. Helaas. Oh nee. Beuken de meisjes hier nou elkaar om? Dit zorgt wel voor ruimte op het middenveld. No nonsense Bob, die peert hem naar voren. Nog een paar minuten op de klok. We gaan bijna de verlenging in. Een opbouw van de mannen. En een schot. Ja, hij rolt er zo in. En zo vier je die goal, Omar. Mooi. 2-1 voor de jongens. Dat hebben we echt goed gedaan. De mannen! Zilver! Ook voor jou, Zilver. Kijk eens, hang er maar om. Goed gedaan, meiden. Gefeliciteerd. Ja, jongen, dankjewel. Nou ja, volgende week weer een nieuwe battle. Dus tot volgende week. Tot volgende week. Doei!